Ze zijn van start gegaan, dus is het de laatste rechterstuk voor Joyce Baks uit de bocht komende. Joyce Baks had een tussentijd van 23.8, 1.1 seconde langzamer dan Rinton Nijs, de snelste dame tot nu toe op de baan in de categorie Girls 15-16. Baks komt over de finishlijn en dan zien we dat zijn eindtijd noteert voor 46.7. Volgende dame aan de start is Galinda Remmert van bmxk.nl. Galinda Remmert is van start gegaan en al zijn we de laatste bocht met Manuel Visser. Zij doet het voor de KWC Kampen. Visser had op tussentijd van 24.7. Zat ermee 2 seconden langzamer dan de snelste tijd tot nu toe. Manuel Visser heeft de laatste meter voor haar kiezen. En dan zet Manuel Visser een eindtijd neer van 48.7. Volgende persoon die aan de start klaar staat is Jara Maandonks van Veldhoven. En zij doet het voor RV BMX Shop.